gaan nu weg van het hotel. En we gaan nu, als het goed is, naar dat kasteel daarboven. Nou, we zijn nu, rijden we naar de parkeerplaats van het kasteel. Mooi, die muur met die bloemen. Zo, nou. Leuk, hè? Ja, kijk, die deur ook nog, met die houten deuren zitten er nog in. Houten nagels. We zijn nou in het, nou zijn we echt binnen. En we lopen nu naar de grote poort. We gaan daar nu naar binnen. Bij mensen. Oké, dat komt nou in de kant. Uit. Nou, we zijn Dover nu 100% uit en we rijden nu in het fraaie Engelse landschap. We zijn langs de zee nu. Alleen er zijn, nou kunnen we hem zien. Ja. Ja. Met een broodje. Thee of koffie? Door de bossen. Putten. Ja, heel veel putten. We rijden nu in Leiden. Stukje Rijksweg genomen en nu zitten we weer in het bos. We rijden weer tussen de heggen. Geen idee waar we zijn. Nee, we weten alleen niet waar we zijn. We zijn hier even gestopt voor een lunchje. Even lekker. En we zijn bij een heel mooi oud kerkje. Nou, een paar boompjes die we tegenkomen. In het mooie landschap.
Die ene is helemaal dood al. Ja. Ik zie het. Lyndhurst. Lyndhurst, oké. We zijn nu in het plaatsje Lyndhurst. De volgende camping. En dat is een hele mooie. In de natuur met wilde paadjes. En daar zijn we nu aangeland. Hier, Anneke is helemaal blij. En dit is ons uitzicht over de weilanden en de paarden. Dat is mooi, hè? Van de camping af, een soort natuurcamping, dat was erg mooi. Het Engelse landschap, toch? Ja, de New Forest. Zijn we nu al? In Salisbury. Oh, en nou zat ik verkeerd geparkeerd. Ik had rechtdoor moeten. Oh, dat is jammer. Nou, we zijn nu in Stonehenge. Zeg ik het weer verkeerd zeker? Ja, ik denk het wel. Nou, we lopen nu tussen de hutten door. Hoe de mensen in die periode hebben geleefd. Net als de Maasai nu nog. Ja, Stonehenge, whatever. En er is een ceremonie gaande. Doorwerkjes noemen we dit. Dit zal Washington zijn. Washington, ja.
Hier heb je een soort van maar dat is mooi. Even ook een aantal van die open light lunches. Maar hoe dan? Wat ga je doen dan? Oh, kijk, hier kun je naar zien. Hier gaan we even gezellig een kopje koffie met een stukje cake. En dan lopen we hier zo het tuintje binnen. Het is heel, en dan komen we hier uit. Kijk, en hier kunnen we bestellen. Dan hebben we een lekkere cake. Kijk eens even aan. Heerlijke cake hier. Zalig. En daar is in het hoekje zit dan. Ja. Tussen de heggen. Het is oorlog. Oorlog, ja. Die hebben we gisteravond in die pub gegeten. Ja. En we gaan hier vanavond weer eten. Andere pub. Ja. Deze pub hebben we gegeten. Ja, de kans. Mooi hoor, hè? Ja, maar misschien kan je stoppen en dan kan je nog even een stukje van het uitzicht genieten. Naar beneden jongens, dat is leuk. En nog een stukje van 11% naar beneden. Kijk eens even. Dit is nou een typisch Engels haventje. Waar dan als het laag water is gewoon de boten niet meer weg kunnen. Dan zit je gewoon vast en dan zie je dit. En dan over een paar uurtjes loopt het weer vol en dan kan iedereen weer varen. We gaan nu weg van de camping. En dan gaan we nu naar... Tinagel, Tintagel, wij noemen het Tintagel. Nou, we hebben hier even lekker koffie gedronken. We gaan weer de weg op. Het dorpje Cloverly. Cloverly, ja. Cloverly. Heel stijl. Lekker lastig lopen, al die kleine steentjes. Ja, zeker. Thank you.
Zo, en zo kwamen we weer boven. Hijgend en puffend. Dus niet met de jeep. Onwijs, toch? Absoluut. Zo, moet je kijken. Wow. Zo zijn we zeven. Ja, dat is hartstikke goed. Dat maakt dan niet uit, jong. Knip het erop.
mooie lunchplaats. Gaan we weg. Komt er gaat in de weg? Ja. Dat is een grote. Hoe staan we hier? Ja, hier. Op deze camping. Leuk, hè? Ziet er goed uit, hè? Gezellig. Weer gezellig. Doei. Doei, tot morgen. Nou, we eten vanavond burrito's en die hebben we ze hier gemaakt. Heerlijk. En hier zijn nou de burrito's. Heerlijk ziet dat eruit. Hè? En nu rijden we weer van de camping af. Hoe heet dit dorpje, An? Ik was even weer vergeten. Dat was de keer. Net iets voor Sint-An, toch? Rappenpors. Huishol heet het hier, hè? Ja. Dan gaan we maar even lunchen nu. Even kijken of Anneke binnen zit. Ik zou het niet weten. Hé, hey, daar zit Anneke. Oh, hoi. Zo, we zijn nu weer in Sennen. Dat is ook weer een plaatsje. Sennen, ja, vlakbij Lands End, waar we gisteren waren. En dan heb je dit soort huisjes en bootjes en water en zee. Cape Cornwall.
Cape Cornwall. Members Park Free. Zo, hier wordt nog stevig gevist. Alle bootjes liggen hier. Van de camping af, in de mist vandaag, dak erop, dus iets minder lol. Nou, Penzance. Oh, Penzance, sorry. Volgens mij de app, Woody. Heel in de verte, een kasteel. Op een eiland. Op een eiland. Ik zag hoe druk het daar was. De hoogvlakte op het Lizard Schiereiland ligt meer dan 100 meter boven de zeespiegel. Hier vindt u een ruig kustlandschap, stranden met azuurblauw water, kustpaden met een grote rijkdom aan flora, kleine vissershaventjes, bedrijvigheid op het land, bos, diepgroene rivieren en mooie baaien. Tussen labyrinthen van kronkelwegen die worden omzoomd door hoge heggen, ontdekt u op een tijdloos dorpsleven, mooie landhuizen en kleine havens. Verder kunnen we niet, ik weet niet wat ik nu aan het doen ben, maar misschien moet je achteruit terug? Misschien moet ik achteruit terug, ik heb geen idee wat ik nu doe. Ik heb echt geen idee. Nou, we kunnen zo de zee in hier. Het café. Nou, mooier is het niet. Er zitten hier blijkbaar zeehondjes. Mooi, hè? Die kleuren, joh. Zo, nou. Nou, en nu gaan we het dorpje weer uit. Net. Oh, sorry. Een beetje los. Mooie hè? Thee of koffie? Thee. Hier is ons lunchplekje. Allemaal mooie oude bootjes en nieuwe. Geen idee waar we zijn, maar nou, ongeveer. We gaan in ieder geval weer richting zee. Dan gaan we door het water. Ook druk hier. Nou, dat is toch wel mooi, hè? Beetje bewolkt, maar goed, het gaat goed. We gaan hier even koffie drinken. Moet alleen met dit uitzicht zo. Nou, dat is toch wel even lekker zo. Dit zijn nou de vissersdorpjes van Engeland blijkbaar. Echt niet te geloven. Hoe
leuk stadje. We zijn nu op de pont om naar de overkant te varen. Weer van de pont af. Te drinken. Heerlijk. Nou, een wijntje. Ook goed, toch? Nou, en dit is het uitzicht wat we hebben. Dat is ook niet vervelend, geloof ik. Toch? Nou, we zijn hier terecht gekomen om wat te gaan eten en dat gaan we zo wel doen. En dit is het barretje waar we nu zitten. En het ziet er heel gezellig uit, hè Anneke? Het ziet er heel gezellig uit. Nou, een beetje slecht weer gehad vannacht. Vanmorgen meer. Tent op moeten ruimen nat, helaas. We zijn in Kingsbridge en er is dit monumentje gemaakt voor. Iets wat daar ook op dat plakkaatje staat geschreven. Yes, kijk. Zo, kijk eens even. Le Grand Bleu. Rij je gewoon door, neem ik aan. Ja. Een pontje. Het is niet zoals in Noorwegen, maar oh kijk, en er gaat een stoomlok aan de overkant. Hoe heet het hier, zeg jij? Dolies. Dolies. Rij even kok, woord kok, wat was het?
naar een kasteel toe. Even kijken. We hebben niet zoveel tijd, heb ik begrepen. Nou, vanwege alle regen zijn wij nu hier beland en slapen we lekker binnen in deze pub. En dit is waar we nu zijn, in Beer. Dolfijn waar we geslapen hebben. Rietgedekte huizen van gele ijshoudende steen die in de regio wordt gewonnen, ligt compact en gemoedelijk in een zacht glooiend heuvelland. Hoe heet het hier dan? Waar zijn we nu? Fortune's Nest Well. Hey, daar zie je ook, kijk, zie je die oude bouwen. Camping Hollandswoed en Anneke zit, zoals ze elke avond braaf doet, de matjes op te blazen. We zijn nu van de camping af. Waar is het pand? Nou, we gaan het gewoon zien, joh. We rijden even achter een heel oud autootje aan en we gaan nu naar het Bewley Museum. Bewley Kasteel. En dan moeten we ineens stoppen voor de paardjes die over het weg lopen. En die komt dan ook gewoon naar ons toe. Ook gewoon op zijn gemakkie zo. Ja hoor. Veulentje erachter. Veulentje achterlangs. Gaat goed, meid? Ja. Veulentje. Hoe heet dit plaatsje al? Petworth. Hoe? Petworth. Petworth. Nou, dan gaan we waarschijnlijk een slaapplaatsje zoeken. In de park. Hier gaan we nu slapen.
moet je kijken. Kijk eens. Zo'n gigantisch huis wat we bezocht hebben en enorme hoeveelheid schilderijen. We zijn weer vertrokken van het bezoekje. Ja, we proberen hier te lunchen nu. Het is wel een mooi uitzicht, maar een beetje veel wind. Nou, we hebben net geluncht en we hebben een oude Rolls Royce gezien uit de jaren 30. Oude Austin 7. Austin 7. Paatje Ray, nou wat toch? Rai. Rai, oké. Okay. Alles weer aan het filmen. Nou, dit is het eerste platteland wat we tegenkomen nu. Nu gaan we de trein zo op. Daar is de trein. Special place for us. Gezellig. Weer gezellig. Oh, zo. Doei. Gezellig.